een open boek. Iemand met geen geheimen voor niemand. That's me. En dat lijkt ook alleen maar erger te worden. Maar of dat nu juist zo verstandig is om zo'n open boek te zijn, dat is een hele goede vraag. En of ik dus ook altijd zo ben geweest. Ik denk wel dat ik altijd een prater ben geweest. Mijn hart ligt echt op mijn tong. Maar echt zo openlijk praten over mijn gevoel, dat is denk ik wel iets van de laatste anderhalf jaar. En met name sinds dat ik na een lange relatie van bijna 10 jaar weer alleen was. Alleen is gewoon anders dan samen. Ik bedoel, je hebt jarenlang in de auto gezeten van werk naar huis en dan belde je met die persoon om alles te bespreken of gewoon thuis besprak je alles. Ja, ik miste dan echt wel in het begin een maatje waar ik dat mee kon. En het voelde allemaal een beetje onwennig. En ik kan je zeggen dat ik me soms best wel een beetje naakt voelde. Want wie was, zeg maar, Sophie zonder mijn toenmalige vriend? Ik moest ook overal weer alleen naartoe. En in die periode besefte ik eigenlijk al heel gauw dat dat alleen zijn, dat dat juist heel fijn was. Het voelde heel vrij en het bracht me juist heel veel nieuwe dingen. Zo ging ik wel eens alleen op pad of ging een dagje alleen naar Amsterdam. En dan maakte ik een gesprekje met de buurvrouw naast mij die ook zat te ontbijten. Of ik kletste wat langer dan normaal met de barman. Ik besefte dus hoe heerlijk het was om met niemand rekening te hoeven te houden. Want als ik op een feestje was met vrienden, kon ik gaan en staan waar ik wilde. Ik merkte alleen maar voordelen van het alleen zijn. En de band met mijn vriendinnen en bepaalde vrienden, die werd alleen maar veel hechter. Want ik had in één keer tijd over om meer tijd met hun te besteden. Ik praat nu ook wel in de verleden tijd, maar eigenlijk voelt het gewoon allemaal nog steeds zo. Het is nog steeds zoals ik het nu vertel. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik tot een paar jaar geleden was ik dus juist heel bang om alleen te zijn. Maar nu krijg ik er zoveel energie van, want je leert superveel nieuwe mensen kennen. Zo heb ik heel veel nieuwe gesprekken en meer gesprekken met de mensen in mijn directe omgeving. Ja, je kan denk ik wel zeggen dat ik door de hele situatie van alleen zijn ben ik nog veel opener geworden. En ik ben natuurlijk nooit de persoon geweest die gesloten in een hoekje gaat zitten wachten. Maar nu ben ik dus echt een soort van magneet. Als ik ergens binnenkom, dan trek ik alles aan. En ik weet ook niet hoe dat komt. En je kunt deze trouwens interpreteren op de manier zoals je zelf wilt. Maar goed, het voelt gewoon, denk ik, in een bepaalde energie of zo, doordat ik zelf dus heel open ben en daardoor ook, ja, mensen naar me toe trek. Ik denk ook echt niet dat dit alleen de oorzaak is van mijn single life. Maar misschien ook wel omdat ik een jaartje ouder ben geworden en hopelijk dus ook wijzer. Maar ik gun dit proces van zelfontwikkeling of zelfontplooiing, van het proces van alleen zijn, dat gun ik dus iedereen. Eigenlijk zou iedereen in zijn leven een keer een periode moeten hebben dat hij dus een periode alleen is en daardoor zichzelf beter leert kennen. Wat ik dus op dat moment van het alleen zijn ook inzag, is dat ik dus wanneer ik zelf opener ben naar iemand anders toe, dan praat je, zeg maar, soort van wat er in je gedachten zit, waardoor je dus jezelf nog beter leert kennen. Snap je hem? En dan iemand anders, die kan er natuurlijk ook weer op reageren, waardoor je veel meer leuke open gesprekken hebt en elkaar dus nog veel beter leert kennen. En je neemt daar dus altijd wel iets van mee voor jezelf. Je leert daar altijd iets van. En dat vond ik zo leuk om te leren. Dus wanneer ik zelf een open boek was, dat een ander dan ook veel makkelijker een boekje open doet. Want die denkt dan, oh, dit voelt fijn, dit voelt vertrouwd, ik doe ook mijn boekje open. Zelfs met de meest wild vreemde personen had ik dus de leukste gesprekken. Of heb ik nog steeds de meest leuke gesprekken. En je merkt dat dat een soort van verbinding oplevert met elkaar. En ben jij nu iemand die liever gesloten is, dan wil ik je dus als tip meegeven. Geef jezelf gewoon eens bloot. En ik kan je beloven, het is heel fijn om te beseffen dat je niet de enige bent met kopzorgen of bepaalde gedachtes. En juist door te beseffen dat iedereen zo zijn dingetjes heeft en er dan vervolgens samen over te praten, dan besef je in één keer dat je denkt, oké, waar maken we ons samen druk om? En het voordeel dus ook van jezelf zo blootgeven of opengeven is dat ik ook veel minder pieker. Want stel dat er iets in mijn hoofd zit, dan kan ik er alleen mee blijven lopen. En soms ga ik dan ook naar, oké, waarom denk ik zo? Maar heel vaak bel ik ook mama op of een vriendinnetje bel ik op. En dan al pratende wat er in mijn hoofd zit, kom ik
eigenlijk direct alweer tot een antwoord dat ik denk, oké, dit was eigenlijk niet zo erg. Of oké, ik ga linksaf of juist rechtsaf. Zo las ik dus laatst in de psychologie ook dat het dus juist heel goed is voor je mentale gesteldheid om alles er maar uit te gooien. Want als je dat dus niet doet en het bij je houdt, dan krijg je daar depressies van of je wordt er somber van. Relatieproblemen kunnen ervan komen of stress. Een hele rij aan negatieve dingen stond er in ieder geval in. Dus heb je bepaalde shit waar je vanaf wil, gooi het er gewoon uit. Dat is dus veel beter. En natuurlijk vraag ik mezelf ook wel af, ook wel soms eens af, of het goed is dat ik dus zo'n open boek ben. En of ik die misschien niet een keer heel hard terug ga krijgen. Zo praat ik bijvoorbeeld ook open en eerlijk over mijn party en dating life met collega's. Maar ja, wat vertel je dan juist niet en wat vertel je wel op werk? Ik vind dat dus best wel lastig, want ik voel me er zo thuis dat ik het liefste alles deel met dus ook met collega's. In datzelfde artikel trouwens van de psychologie stond ook dat je dus niet alles met iedereen moet delen, maar dat je dus het beste 1 of 2 mensen heel close in je omgeving kunt uitkiezen waar je alles mee deelt. Dat zette me op dat moment wel aan het nadenken, dat ik dacht, ja, zie je, ik moet dus niet zo'n open boek zijn. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik ben het hier dus gewoon niet mee eens. Tot een paar jaar geleden deelde ik natuurlijk ook wel vooral heel veel met mijn toenmalig vriendje. Maar nu vind ik het gewoon fijn om met de mensen in mijn directe omgeving open en eerlijk te zijn. En als ik dat ben, zijn zij dat ook veel meer naar mij en kunnen we elkaar dus ook veel beter helpen. En zo is dat ook met collega's. Ik zie ze nu eenmaal meer dan wie dan ook in de week, dus ik vind het niet zo gek dat ik dan ook heel veel met hun deel. En ik weet dat ze me accepteren zoals ik ben. Dus mocht ik er nou op een dag achter komen dat die open en eerlijkheid misschien toch niet zo heel handig was, ja, dan zien we dat op dat moment wel. Dan is het op dat moment een leermomentje voor mezelf. En lossen we het dan ook wel weer op. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Laat even weten op social in de comments of jij juist een open of een gesloten boek bent. En ja, ik ben nou eenmaal een open boek. En ja, dat heb ik zelf geaccepteerd. Dus dat mag iedereen in mijn omgeving ook doen. En ja, that's the way I am.